klaar dat jullie zien wie ik echt ben. Maar ik kill wel iedereen! Stop! Zien jullie wat ik hier trek? Parfum! Parfum! Het is misschien een jaar geleden dat ik Fortnite heb gespeeld. Het is misschien ook gewoon niet meer interessant om Fortnite te spelen, want dit spel krijgt geen views meer. Maar ik ga het toch doen. Met één simpele reden. Deze video is een advertentie. Ik ben door Coca-Cola erop uitgestuurd om deze glitchbril te checken. Met deze bril ga je door muur kijken op Fortnite. Hashtag ad. Dus vandaag ga ik tonen aan jullie hoe je met deze bril door muur kan kijken in Fortnite. Het is een klassieker. Er zitten nanovezels hier in deze bril. Geef mijn wachtwoord ook weg op het einde van deze video. Als je bent doorgescrollen aan het einde van deze video. En om te tonen aan jullie dat deze bril geen scam is, ga ik gewoon mijn eerste potje winnen. Ik zie nu al waar iedereen gaat landen. Iedereen gaat naar Tilted Towers. Ik ook. Of nee, fucka. Ik ga naar Tomato Town. Als je dropt in Tomato Town is de kans dat je wint 30% tot 22% groter. Ik ga even deze bril aanzetten. Deze bril is noodzakelijk om Fortnite op hoog niveau te spelen. Zoals ik al gezegd heb, er is een advertentie. De link staat in de beschrijving. Kijk, ik zie daar één iemand mee is gekomen met mij. En hij gaat mij proberen te killen, maar kijk, jammer. Vriend, dit speel ik squats. Oké, ik ben solo duos aan het spelen. Dat was niet de bedoeling, maar het maakt niet uit. Oké, ik heb vision op iemand die hier aan het lopen is. Jullie denken waarschijnlijk dat ik aan het bluffen ben en dat deze bril helemaal geen wallhack bril is. Maar ik hoor iemand. En ik zie iemand. Hey. Ik heb niet eens game sound nodig. Ik kan zelf spelen zonder game sound. Maar ik ga toch mijn game sound laten aanstaan, want het moet. Dit is high-end Fortnite content. Fuck alle andere YouTubers die Fortnite video's uploaden. Boeit mij geen red als je niet knipt in je video en als je alle saaie stukjes erin laat. Oké, ik heb weer vision op iemand achter dit huis. Hij heeft mij nog niet gezien. Oké. En blow it down. Oké. Gelukkig had ik deze bril, gelukkig had ik vision. Ze hebben me niet één keer geraakt, ze hebben me niet eens geraakt. Even voor de duidelijkheid, het was echt niet de bedoeling om duos te spelen. Maar het maakt het wel gewoon nog gekker als ik dit potje win. Hey, even mijn wallhacks gebruiken, oké, hij is daar. Oké. Oké, John Wick, suck my dick. Oh nee, het is duos. Het is duos, Nathan, het is duos. Oké, het is geen probleem. Het is geen probleem. Ik heb hem het is gelukt! Hij is niet dood! Hoezo is hij niet dood? Hoezo is hij niet dood? Hallo? Het maakt echt niet uit. Het maakt echt niet uit. Fuck! Het maakt echt allemaal niet uit. Ik ga weer een hartstilstand krijgen. Hoezo was hij niet dood? Ik had dat ding toch op hem geplakt? Zijn die dingen niet meer one kill? Godverdomme, man. Ik zie daar mensen achter die berg zijn. En zijn er mensen? Ja, zeker. Nee, er zijn zelf twee mensen. Ik heb één gehit. Fucking nice. Ik moet hier snel weg of dit hoort mij dood. Daar kon ik niks aan doen. Ik had geen vision. Fuck de glitch glasses. Fuck Coca-Cola. Het is tijd voor gewoon een solo potje. Deze keer gewoon clean. Tilted Towers. Oké. Nummer 2 is hier. Hallo. Nummer 3 komt ook. Ik was even afgeleid door de vogel. Het is klaar met lekkende gameplay. Het is klaar dat jullie zien wie ik echt ben. Het is klaar dat jullie zien hoe ik iedereen sloop. Deze guy heeft die dure skin. Deze guy heeft die dure 100 euro skin. En ik sta. Het is tijd om te tonen dat ik eigenlijk gewoon in elke video slechter speel dan dat ik echt ben. Omdat jullie anders niet naar mijn video's zouden kijken omdat jullie denken dat ik aan het hacken ben. Heel deze video, ik heb echt moeite moeten doen om slecht te spelen. Easy. Oké, dit gun is echt fucking... Ik heb gewoon slechter moeten spelen zodat de gameplay kijkbaar was. Tuurlijk had ik die eerste game kunnen winnen. Ik had die solo duels easy kunnen winnen. Maar ik heb het niet gedaan, omdat jullie dan denken dat ik niet fucking pro ben. Zien jullie dit? Easy. Ik kill ze alle twee. Het is te makkelijk. Ik zie YouTubers doen moeite om goede gameplay neer te zetten. Nee, ik kill gewoon iedereen. Iedereen. Ik heb nu een hele hoge hartslag omdat ik zo... Dat ik even gewoon aan het roepen was en zo. Sorry daarvoor. Maar ik kill wel iedereen. Mijn buren gaan weer klachten indienen bij de politie omdat er geluidsoverlast is. Ik word gehaat door heel veel mensen omdat ik iedereen gewoon kapot maak op dit spel. Meeste kills met C4 ooit. Ik heb de meeste kills. Ik ben gewoon een beetje door Tilted Towers aan het lopen met deze skin. Het is te makkelijk. Wat proberen jullie? Wat? Waarom is iedereen zo lekking? Denk je, ik ben even lekking als jou? Ik 360 no-scope, je vriend.
Broer! Jullie dachten dat hij aan het bluffen was, maar dat is niet zo. Ik moet gewoon echt moeite doen om slechte gameplay neer te zetten, zodat jullie denken dat ik gewoon een normale Fortnite-player ben. Oké, ja, we zijn begonnen aan onze laatste game Fortnite. Hoe zal dit uitpakken? Is Acid de nieuwe Jaraski? Misschien wel, misschien niet. We zullen zien of deze skin goed is. Oké, even de enemies lokken. Nice. Om deze game te winnen speel ik met de quadruple pump techniek. Hoezo staat er hier een jump pack? Kunnen... Oh! Soms ga ik gewoon 3 keer achter elkaar dood om jullie te laten zien dat ik gewoon normaal ben. Maar als ik normaal Fortnite speel, ik ga niet dood. Daarom dat ik 3000 solo wins heb. Mijn gouden tip voor jullie is gewoon, kijk, de pumpje is niet goed. Ik laat jullie allemaal denken dat de pump shotgun goed is, maar hij is niet goed. De tech is het enige waarin ik geloof. Oh! Soms schrik ik wel, snap je? Soms is er eens iemand die ik niet had gezien, maar dan kill ik ze ook. Ik zie veel comments van mensen dat de tech shotgun 8 damage doet. Nee, gewoon in zijn hoofd schieten. Het is niet zo moeilijk. Zien jullie die guy? Zien jullie wat hier aan het gebeuren is? Het is iemand die denkt dat hij beter is dan mij. Het is iemand die denkt van, hey, ik ga deze guy outplayen. Nee, naar boven bouwen helpt niet. Het helpt niet, vriend. Het helpt niet. Wat was dat voor een rare voice crack? Het helpt niet. En als je goed bent, dan vind je ook gewoon random scar in een huisje. Het ligt overal. Ik lek nooit. Zien jullie wat ik hier trek? Parfum! Is niet belangrijk. Zien jullie die guy? Zien jullie die guy lopen? Oef. Oké, met de sniper ben ik misschien niet zo goed. Maar ik heb niet gelogen tegen jullie. Ik speel echt gewoon niet meer wel Fortnite. Het spel is gewoon niet meer wat het was. Het is te makkelijk geworden. Ik ben de enige persoon die ooit Ninja geneukt heeft in de NVR. Deze persoon, hij heeft al die blauwe tech. Nice. Ik voel het al komen, mensen die gaan zeggen, die gameplay is niet van jou, jij bent niet zo goed. Kijk, dit is gewoon hoe ik echt speel. Dit is mijn echte place. Easy. Easy, nu heb ik vision over iedereen. Ik weet waar iedereen zit. Ik heb iedereen al gelokaliseerd. Ik weet gewoon al hoe ik deze game ga winnen. 10 kills. Ik sta 100-100. Ik heb 2 dikke potten. Ik heb 2 LBO kits. Yo, zijn jullie klaar om te zien hoe easy het is om een potje Fortnite te winnen? Beter zijn jullie er klaar voor, want er leven nog maar 4 mensen. Easy. Wat doet deze guy in de finale? Wat doe jij? Hoe heeft deze guy overleefd? Nog 2 mensen. What the fuck? Ik wist wel dat de airdrop was. Hey. Ik ga hier ook niet blijven. Jullie denken dat ik in dit hutje ga campen? Nee. Het kan zijn dat ze aan het teamen zijn tegen mij. Dat wordt wel gedaan. Ik ga er een einde aan maken. Ik heb lang genoeg gespeeld. Ik heb bijna 1 uur opgenomen omdat ik domme gamepjes moest opnemen. Omdat ik dan de video langer kan maken. Dit is officieel het laatste potje Fortnite ooit. Hierna is het klaar. Ik heb alles aan. Ik neem deze... Hij heeft die pump. Hij heeft die pump. Ik denk dat dit mijn laatste... Ah! Dit is het laatste potje Fortnite. Het allerlaatste potje Fortnite. Ik ooit vandaag ga spelen op mijn kanaal. Mijn kanaal is de plek voor de dikste plays. Royalistic. Jaraski. Allié. Alleen dikke plays op dit kanaal. Oh! Nee. Oh. Oké. Oh. 100% accuracy. 100% accuracy. Het is tijd om dit potje af te maken. Sowieso zitten ze gewoon in een toren. Ze zitten inderdaad in een toren. Het is een classic 1v1. Hoe neuk je iemand die in een toren zit? Je schiet een gaatje in de muur en je pompt het vol. Gewoon vol. Easy peasy lemon squeezy. Gewoon vol pompen. Dan valt hij eruit. Is naar hier gebouwd. Oké, deze guy weet hoe hij moet spelen. Het is niet moeilijk om een potje Fortnite te winnen. Het is gewoon makkelijk. Zoals jullie zien, dames en heren. Ik lek gewoon niet. Ik win elk potje dat ik speel. Maar speciaal voor jullie doe ik soms alsof ik gewoon wel een normale player ben. Dames en heren, bedankt om te kijken naar dit potje. Fortnite. Het waren er waarschijnlijk 19. Dus doe zeker een duimpje omhoog. Dit was het laatste spelletje Fortnite dat ik ooit heb gespeeld. Tot de volgende keer. Adieu. En ja. Jullie dachten dat ik weg was dat de video gedaan was. Kijk nog eens naar de klok van deze video. Ik ben terug. En ik heb een hele leuke mededeling voor jullie. Dit is een geweldige, betere kwaliteit dan dit. Komt deze week terug. Ik heb nog 50 truien. En ik ga die deze week ergens... Ik zag wel wanneer in de volgende video online zetten. Dus hey, spaar jullie geld. Niks wagen. Spaar jullie geld voor deze geweldige trui. Veel betere kwaliteit dan die knalpower trui.
We hebben al 10 minuten. Oké, dames en heren, bedankt om te kijken naar deze video. Het was leuk. Hey, en vergeet niet deze week. Komen ze terug. Dus kijk elke video snel. Op mijn Instagram in de gaten.